Start. Goedemorgen kinderen, goedemorgen juffen en meesters. Dit is weer een aflevering van de Amsterdam Special. Deze week volledig in het teken van sporters die in en rondom Amsterdam wonen en werken en sporten. En ik vind dat superleuk. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam en Topsport Amsterdam. En niet zomaar een sportspecial, maar ook een sportspecial met daarin een beweegchallenge. Daarover later meer. Maar wellicht hebben jullie al wel wat gezien en gehoord. Want ik pak hem er even bij. Iets met ballonnetjes. Ik heb er heel veel zin in. We gaan zo dadelijk de sporter interviewen. En die sporter is niet zomaar. Maar eerst stel ik me voor. Ik ben meester Jochem. En ik mag jullie vragen die jullie in de chat gooien stellen aan niemand minder dan Marlene van Ganzenwinkel. Zij is Paralympisch atlete. En dat betekent dat zij eigenlijk een fysieke beperking heeft. Welke beperking ze heeft, dat gaan we zo meteen misschien zien. Dat kunnen we aan haar vragen. Maar wat ook heel mooi is. En ik weet dat ze misschien wel in beeld heeft. Zij heeft 2 Paralympische, Olympische gouden medailles gewonnen. Ik ga er gewoon bij halen. En zij gaat ook iets over vertellen wat het voor haar betekent als je terug moet komen naar blessures. Dus volgens mij, we gaan er gewoon bij halen. Komt ze? Ja! Goedemorgen, Marlene. Wat leuk dat je er bent. De eerste vraag die ik altijd stel, en jij weet hem al, want je bent een keer als gast geweest bij Sporter in de Klasse. Maar waar zit jij op dit moment? Ja, ik zit thuis in mijn appartement in Amsterdam, tussen mijn trainingen, even heel snel uitrusten. Even heel snel uitrusten en alle vragen van de kinderen beantwoorden. Ja. Wil jij jezelf eventjes voorstellen? Zeker, nou ik ben Marlene van Ganzenwinkel, ik ben 26 jaar. Ik doe aan atletiek en ik ben ook nog een student. En wat studeer jij? Ik studeer bewegingstechnologie in Den Haag. En wat is dat, bewegingstechnologie? Nou, bij bewegingstechnologie leer je eigenlijk alles wat te maken heeft met bewegen. Dus je leert wat voor hulpmiddelen mensen nodig hebben met bewegen, maar ook hoe ziet nou beweging eruit en hoe kan zo'n beweging nou gebeuren en wat kun je daarmee? Oké, tof. Hey, jij bent Paralympisch atlete. Ik kan me daar een voorstelling van maken, maar jij hebt me een paar beelden gestuurd. Zal ik die eventjes laten zien aan de kinderen? En als je wil, kan je er gewoon een commentaar bij geven. Dan start ik die beelden even voor jou in. Start, zo te zien. Ja, ik ga allemaal een beetje snel, maar als ik goed kijk zie je dat ik mijn linkerbeen mis. Dat ik een heel mooie blade daar was. Ja. En ik wil ook niet naar ver springen, zoals je nu ziet. Kijk, ik moet er ook gewoon bij. Kijk, krachttraining. Ja. En sprinten. Ja, dus jij doet de 100 meter en de 200 meter en ver springen. Ja, dat klopt. Heel goed. Hey, en jij zei van een van de dingen, ja, ik ben heel erg goed in het terugkomen naar blessures. Maar daar wilde je iets over vertellen aan de kinderen. Ja, ik ben altijd iemand die geen blessures heeft of een ernstige blessure. Zo ook voor Tokio. Een jaar voor Tokio scheurde ik iets in mijn knie. Ja. Mijn meniscus heet dat. En die meniscus is een soort klein kraakbeenmaantje dat in je knie zit om te zorgen dat het goed beweegt. En nou, dat scheurde. Dus dan moest ik aan geopereerd worden. En dat was toen in september. En was dat dan je knie van jouw goede of je slechte been? Van mijn goede been. Ja, van mijn volledige been. Van jouw volledige been, zo moeten we dat zeggen. Want ja, kan je dat laten zien? Want jij mist 1 been. En ook volgens mij iets aan je arm mis ja, jij. Ja, 1 arm. Dus deze is maar voor de helft. Ik heb precies mijn elleboog nog. Ja. Dat is wel mooi en het leuke is, ik heb mijn been even niet aan, omdat ik uitgerust ben. Dus ik kan het voor jullie laten zien. Dit ziet er misschien een beetje gek uit. Ja. Dit is kleine, dit is mijn been, eigenlijk. Oké. Okay. Dus je ziet dat mijn voet. Ja. Dat is gewoon niks. En dus je hebt nog wel je knie? Ja. Ja, ja, ik heb dus wel... Normaal heb ik dus dit aan. Gewoon een soort been met een voet. Oké. Okay. En is dat dan een wedstrijdbeen? Nee, dit is gewoon een dagelijks been, waar ik gewoon normale banden als ik naar verjaardag ga of naar school ga of dat soort dingen. Ja. En heb je toevallig ook nog je wedstrijdje sportbeen hier liggen?
Dat is deze. Die ziet er iets anders uit. Die ziet er ook niet uit. Kijk eens. Nou, daar kan je heel hard op rennen. En even kijken of ik hem eraf kan halen. Voor de atletiek, dan heb je puntjes nodig. Die zie je onder. Ja. Wauw. En je hebt die schoen er even als bescherming op zitten ook. Ja, dan kan ik op asfalt lopen en zo. Dus als ik even naar het toilet moet, dan hoef ik niet gelijk al mijn been om te wisselen. Om je been te wisselen? Ja, daar denken wij natuurlijk helemaal niet over na. Dat is mooi dat, ja, je dat laat zien aan de kinderen. Fijn. Ja. Hey, maar jij was geblesseerd naar Tokio toe en uiteindelijk ben je daar dus weer beter uitgekomen. Ja, in principe wel. Ik ben... Ik heb best wel blessures achter elkaar gehad. Ik heb dus mijn meniscus gescheurd, maar voor die meniscus had ik een burn-out. Ja. Maar dat is niet echt een blessure. Ja, een blessure aan je hoofd. Blessure aan je hoofd. Dus dat zijn natuurlijk best wel heftige dingen die je tegenhouden. Maar ik ben altijd op een of andere manier heel goed in het heel goed herstellen van dit soort dingen. Dus normaal, als een normale hersteltijd 15 weken is, dan lukt het mij op een gezonde manier in 10 weken. Daardoor heb ik eigenlijk ook best wel goed op kunnen bouwen na het seizoen toe en uiteindelijk op de Spelen dus echt goed kunnen presteren. Maar als je dat dan, wat zouden de kinderen daarvan kunnen leren? Als je dat, want ik kan me voorstellen, als je als sporter juist liever niet geblesseerd raakt. Nee, dat klopt. Maar als sporter ga je ook wel eens de grens zoeken. Ja. En dan ga je overheen. Anders weet je namelijk niet wat je grens is. Dus daar horen ook blessures bij, helaas. En mijn grote truc van blessures is altijd om heel geduldig te wachten en precies te doen wat de dokter zegt. Dat is geduldig en rustig wat de dokter zegt doen. Dat is misschien wel belangrijk om te weten. Oké. Okay, ook al voelt het heel goed en denk je dat je meer kan, gewoon blijven doen wat de dokter zegt. Kijk, heel goed. Ik krijg inmiddels ook al redelijk wat vragen binnen van groep 7B van de Dolfijn. Sinds wanneer doe je aan atletiek? Nou, dat doe ik al best wel even. Dat doe ik sinds 2012. Ja. Toen was ik 18 jaar. Dus ik doe het nog niet heel mijn leven of het grootste deel van mijn leven, maar ik doe het wel al best wel een tijdje. Ja, want hoe lang heb jij die fysieke beperking al? Mijn hele leven. Ik ben zo geboren. En wat is het voor een beperking? Je bent zo geboren, maar hoe komt dat? Ja, dat weten ze niet precies. Daar is geen duidelijke aanwijzing voor. Dat kunnen ze me niet stellen. Ja. Ze hebben wel een naam voor, namelijk een transversaal reductiedefect. Dat is heel ingewikkeld. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat betekent eigenlijk dat je een reductie houdt in dat het verminderd is. Dus een vermindering. Ja. Effect betekent eigenlijk dat het gewoon anders is. Dus nou, een reductiedefect. En transversaal betekent eigenlijk dat ik het aan één kant heb. Oké, nou dan is eigenlijk, het zijn ingewikkelde termen, maar die best wel te snappen zijn bij elkaar. Dus, ja, eigenlijk wel. Ja. Groep 8 van de regenboog, die wil heel graag weten, hoe vaak train je per week? Ik train 10 keer in de week. Wow! Dat is veel. 1,5 tot 2,5 uur per keer. Dat is lang. Dat is veel. Ja. En ze willen ook weten, groep 8 van de regenboog, wat vind je het moeilijkste aan topsporter zijn? Ja, dat is best wel een goede vraag, want ik vind zelf atletiek en trainen heel erg leuk. Ja. Alles wat erbij komt kijken. Het moeilijkste, ik denk dat het moeilijkste voor iedereen blijft is op de dagen dat je heel erg moe bent en je hele lijf zeer doet om dan weer uit je bed te komen. Ik denk dat dat wel het moeilijkste is. En alles wat er, wat je misschien voor je, omdat je aan het sporten bent, niet kunt doen, of met vriendjes of vriendinnetjes afspreken, of een keer naar een verjaardag. Is dat iets wat lastig is, of is dat bij jou niet aan de orde? Nou, ik heb het in het begin wel een beetje lastig gevonden, omdat ik toen ineens in de topsport zat voor mijn gevoel. Ja. Maar nu heb ik echt geen enkel probleem meer mee, of vind ik het vervelend of zo. Ik vind het eigenlijk best wel lekker rustig. Ja. En jouw partner? Hoe vindt hij dat jij een topsport doet? Ja, die vindt het ook wel nice en daar steunt me heel erg in, dus dat is heel fijn. Je vindt zelf atletiek ook heel erg leuk, dus dat is natuurlijk heel erg mooi. Dat helpt, ja, absoluut. Ja, en mijn vriend doet veel achter de schermen, dus mijn vriend is jurylid onder andere. Oké. Ik mag de metingen uitvoeren, dus de tijdwaarneming en zo. En hij doet wel eens een livestream voor een wedstrijd. Dus dat is best wel grappig.
Maar we zorgen wel altijd dat hij niet jury is bij mij. Nee, dat mag niet. Dat zou een beetje raar zijn natuurlijk. Dat willen we om het geweten hebben dat we daar veel dingen mee krijgen. Ja. Hey, groep 6 van de punt die vraagt, moet je ook goed op je eten letten? En hoe laat ga je slapen? Hoe laat sta je op? Dus even iets van leefstijl. Eten en slapen. Ik let op zich wel op mijn eten, maar niet super streng. Dus ik mag best wel af en toe wat lekkers en zo. Ja. Ik denk voor mij is het vooral belangrijk dat ik op let dat ik genoeg binnenkrijg. Dat ik genoeg eet, zodat ik niet te moe word en dat ik goed kan herstellen. Ik denk dat dat voor mij wel het belangrijkste is. En verder ga ik vaak rond 1 uur of 10 naar bed en ik sta op om 8 uur. Dus dan slaap je best wel veel. Ja. Dan slaap je 10 uur. Ja. Duidelijk, dus wel van de gezonde dingen eten, maar af en toe een keertje snoepen, dat mag wel. Ja, precies. Dat is ook gewoon belangrijk voor je mentale welzijn, denk ik. Ja. En groep 8 van de regenboog die vraagt van, moet je nog vaak naar het ziekenhuis vanwege je beperking? Moet je dat nog laten controleren of zo? Ik denk dat ik al 10 jaar niet meer naar het ziekenhuis ben geweest voor een beperking. Oké. Okay. Daarvoor was het 1 keer in de 3 jaar, denk ik, zoiets. Het is echt heel weinig. Oké, nou dat is eigenlijk heel fijn. Ja. Nou ja, in principe is het natuurlijk gewoon, het is gewoon zo. En dus ik hoef verder niet heel veel mee te doen. Ja, protheses, maar dat doe je niet in een ziekenhuis, maar bij een prothesemaker. Oké. En daar, hoe vaak moet je daar dan heen? Ik denk 2-3 keer per jaar. Oké. Ongeveer. 2-3 keer per jaar. Groep 8 van de regenboog die wil ook weten, wat motiveert jou om zoveel te sporten? Dat vind ik ook wel een leuke vraag. Goeie vraag. Ja, een hele goede vraag. Nou, vooral omdat ik het heel erg leuk vind. Ik heb er heel veel plezier in en ja. dat maakt dat ik eigenlijk elke dag gewoon graag naar de training ga. Ja. En ik zie ook op de achtergrond volgens mij wat medailles liggen. Heeft dat er ook nog mee te maken? Ja, dat zijn natuurlijk wel, is wel heel leuk. maar het is niet mijn grootste drijfveer. Oké, en dus eigenlijk plezier wat je eruit haalt. Hoor ik eigenlijk alle sporters elke keer zeggen dat plezier zo belangrijk is. Jason die wil weten, wat is de mooiste plek waar je ooit bent geweest? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Je moet nu antwoorden. Nu! Ja, eigenlijk vind ik zowel Tokio als Rio een van de mooiste plekken. Ja. Omdat dat gewoon de Spelen waren en dat zijn de grote toernooien en dat is gewoon... En als je moet kiezen tussen Tokio en Rio? Ja, Tokio, voor mij. Oké. Duidelijk. Duidelijk. Hey, hoe snel kan je rennen? Dat willen ze ook weten. Ik loop 12,6 seconden op 100 meter. Ja. En daarbij haal ik een topsnelheid van 30-31 km per uur. Dat is heel hard. Ja. En dan moet je heel hard je best voor doen om op de fiets te halen, weet ik. Ja, ik kan op de fiets wel iets harder dan rennen, maar best wel hard, ja. Oké. Okay. Hey, en wat we hebben, het is de Amsterdam Sport Special en dat gaat ook over beweegchallenge. Kan jij iets met ons doen, dat we even wat in beweging kunnen komen, ook met de kinderen? Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Heb jij iets voor, om even actief te doen? De hele tijd zitten ze ook niet goed. Ik denk dat jullie allemaal op een stoel zitten thuis, in de klas. Dus wat jullie mogen doen is, jullie handen mag je op je knieën zetten. Ik doe en als ik... Dan moet je heel snel zelf ook klappen en dan met je rechterhand je neus vastpakken en met je hand je oor. Wacht even. We zetten handen op de knieën en dan geef jij een signaal en op het klappen moeten we je nadoen en dan moeten we neus pakken met onze... rechterhand en met je linkerhand je schouder. Ja joh, nee, je oor. Maar ik kan je oor, sorry. Ik heb hele grote oren. Ja, precies zo. Oké, daar ben ik klaar voor. Oké. Ja, is iedereen klaar voor? Ja. Klaar. Go! God is goed. Oor. Nog een keer. Dat is wel lastig, hè? Ja. Klaar. Go! Dat is coördinatief lastig. Zeker, maar dat is wat wij ook met atletiek doen. Wat doen jullie hiermee? Heel snel reageren, maar dat ook coördinatief op de juiste manier doen. Oké, nog een keer. Klaar. Go! Het is moeilijk!
Het is echt veel moeilijker dan ik had verwacht, Marlene. Maar dat heeft, hoe komt dat dat ik dat moeilijk vind? Weet je dat? Omdat het niet een patroon is wat je gewend bent. Oké, dus dan moet ik je gewoon heel vaak oefenen. Dus ja. Tik. Daar ook heel vaak. Ja, je moet weten hoe het werkt. En nu begint hij al wel wat beter te worden. Het is echt lastig, maar ook leuk. Wat wij altijd doen is dan dat je klapt en dan doe je rechts, links. En dan vervolgens doe je links, rechts. En dan helpt het zo andersom. En dan of een keer op je hoofd, of een keer op je schouders. Zo kun je variaties doen. En dat kun je echt wel met z'n allen doen. Leuk. Nou, leuk tip om te bewegen ook weer in de klas. Dat is heel goed. Ik kijk ondertussen even of er vragen binnen zijn gekomen. Want mogen we je medailles zien? Ja, ik denk dat ik het even kan laten zien als ze staan achter mij. Ja. Om hier mee te nemen medailles. Even, moet je even vertellen wat is hoor. Even kijken hoor. Deze. Van een 200 meter. Ja. En dan heb je hiernaast de 100 meter. En dan daaronder is het verspringen. Ja, dat is een... En dan is hier het verspringen van Rian. Want daar heb ik ook een bronzen medaille voor. Ja, die zit in een mooi houten doosje, zeg. Ja, en dan heb ik hieronder allemaal medailles van EK's en WK's. Wauw. En heb je helemaal hieronder zelfs nog een lintje dat ik gekregen heb, omdat ik Paralympisch kampioen ben geworden. En dan ben je ridder in de orde van Oranje Nassau? Ja. Wauw. Zeker. En heb je dat lintje dan ook wel eens op? Nou, dat mag dus niet zomaar. Dat lintje mag je eigenlijk alleen maar op de dag zelf, dat je geridderd wordt. Ja. En mag je alleen maar een klein strikje dragen. Een draagteken? En dat mag alleen maar als de koning in de aanwezigheid is. Of als het iets met de koning te maken heeft. Kijk eens aan. Jeetje, je bent gewoon ridder. Ridder in de orde van Oranje Nassau. Mooi, mooi. Wat is je doel? Want er komen nog meer vragen. Wat is je doel met atletiek nog? Één keer is geen keer. Ik zeg wel altijd in een team. Dus ik wil nog een keer Paralympisch kampioen worden in 2023. Ja. Dat is denk ik wel nog moeilijker. Dan, je zegt 2023 of is het 2024? Sorry, 24. Heel scherp. Ja. Maar ik wil ook zeker de wereldkost nog verbeteren. Die staan al op mijn naam. Ja. Maar ik denk echt veel harder kan. En ik denk dat onze sport ook nog zeker in ontwikkeling is. Dus ik hoop heel erg vooral aan die ontwikkeling bij te dragen. Heel goed. Nou, leuk om te horen. En wellicht gaan we dan in de aanloop naar de Olympische Paralympische Spelen van Parijs. Is het dan in 2024 een paar keer voorbij komen bij online gastles. Lijkt mij leuk. We gaan het zien. Heel goed. Hey, dankjewel. Dankjewel voor een inkijkje in jouw medaillekast. En voor het beantwoorden van jouw vragen. Ik heb er weer een hoop van geleerd. En vooral ook wat jij zei over als je geblesseerd bent. Luister goed naar de dokter. Doe het rustig aan. Want dat is eigenlijk jouw geheim. Heel goed. Ja. Hey, dankjewel. Wij gaan samen. Je mag blijven hangen op de achtergrond. Dan kan je misschien meedoen. We gaan namelijk naar de beweegchallenge. En de beweegchallenge is een onderdeel van de sportchallenge. En iedereen die zich heeft ingeschreven vooraf heeft, als het goed is, ballonnen opgestuurd gekregen. Mocht je die nou niet hebben, dan kan je die nog steeds inschrijven. En dan krijgt je schoolklas of je school krijgt die ballon opgestuurd. En wat eigenlijk de challenge is, om met elkaar met een ballon te gaan spelen. En eigenlijk, nou, je kan het in de klas spelen, je kan het in tweetallen doen, in drietallen. Om die ballon hoog te gaan houden. En dat kan je natuurlijk met alleen je handen doen. Dat is superleuk. Maar je kan het zo ingewikkeld mogelijk maken. Je kan ook zeggen, we gaan de ballon overslaan of overkoppen met elkaar. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Of met je voet en eventueel je knie. Dus een heleboel manieren om te gaan spelen met die ballon. En daar dagen we jullie voor uit. En als je dat nou doet en jullie vinden dat leuk, dan zou je misschien ook zelfs aan de juf of meester kunnen vragen of ze daar een foto of een filmpje van willen maken. Als jullie dat prima vinden om dat ergens online te posten met de hashtag beweegchallenge en online gastles. Het lijkt ons superleuk dat jullie straks met z'n allen met die ballonnen gaan spelen. Ik kijk er enorm naar uit en het is gewoon onwijs leuk, want zoals Marlene ook al vertelde. En het gaat er uiteindelijk toch om dat je zegt van je wil spelen en het moet leuk zijn. En ik gun jullie dat allemaal enorm toe. Hey, dit was de aflevering voor vanmorgen met Marlene van Ganswinkel. Morgen zijn we er weer. Maar ik wil ook één ding vertellen.
Want volgend jaar, in 2022, ja, 2022, gaan we elke 2 weken gaan we een sportmania les doen. Samen met de gemeente Amsterdam. Dus er gaan nog meer van dit soort challenges voorbij komen. Voor nu bedank ik jullie in ieder geval voor het kijken. En we zijn er morgen weer. Ja, absoluut, we zijn er morgen weer. En morgen hebben wij 2 hele grote sporters ook weer. We hebben morgen Billy Bakker, voormalig hockeyer. Die gaat iets vertellen over het samenwerken. En we hebben, en ik doe zo bij het hockey... Maar ik ga misschien wel zo of zo doen. Dat moeten we misschien even aan haar vragen. Want morgen is ook Myra Merks is aanwezig. Zij is softbalster van een team, Team NL. En zij gaat iets vertellen over doorzetten en het vertrouwen dan krijgen. Ik hoop jullie morgen allemaal weer te zien. En voor nu een hele fijne dag. Groetjes van meester Jochem. Hoi hoi.